De eerste werken zijn begonnen. Een vrachtwagen brengt een lading hekken om camping C3 af te sluiten. Over anderhalve week moet alles klaar zijn, want dan begint het festival. En er is nog heel wat werk te verzetten. We hebben al kleine voorbereidingen gedaan, zoals het water, zoals je ziet, die darmen en zo. Dat ligt er al. Dat water moet gespoeld worden, want dat moet gekeurd worden en dat moet goed gekeurd worden. Als dat niet goed gekeurd is, dan kunnen we de kraantjes niet openzetten. Hè. Dus dat zijn de voorbereidingen. Maar nu komt het grote werk. Hè. Dus de herassekken zetten, dan wc's, douches, al het materiaal. Tent zetten, vloer leggen en zo van alles. Zeker 100 vrijwilligers van de Mechelse Boksclub en enkele andere verenigingen gaan hier dan elke dag aan het werk zijn om de camping uit te baten. Ze krijgen een vrijwilligersvergoeding en de helft van de 39 euro inkomen per kampeerder gaat naar de Boksclub. Verder halen ze ook nog inkomsten uit bijvoorbeeld drank. Maar al het materiaal om de camping op te stellen moet de vereniging zelf betalen. Ze vreest dat ze dit jaar misschien niet uit de kosten zal komen. Wij hopen dat de voorverkoop van dit jaar nog een beetje stijgt, want het is rampzalig. En dan zien we het niet meer zitten, denk ik. Wij hopen dat een drank er wat mee zit en dat een inkomen nog een beetje meer mensen dus nog een ticket kopen voor de inkomen. En dan zullen we er wel komen. Dan is het geen probleem. Maar we zouden graag een 3000-tal mensen hebben. Dat is eigenlijk, dan draaien we winst. Maar als 2000 zijn, dan ziet het er niet rooskleurig uit. Voorlopig zijn er nog maar 1300 tickets verkocht. Andere jaren kunnen er in totaal 4300 kampeerders binnen. Maar door de hevige regenval zijn er al minstens 300 plaatsen geschrapt. De organisatie verwacht wel dat er de komende dagen nog heel wat tickets verkocht zullen worden.